Goedemorgen. Zo, wordt al gewerkt? We zijn alles alweer buiten aan het hangen. Nou, het ruikt een beetje paardenachtig. Het is echt paardenhaar. Het is paardenhaar. Ja, ja, klopt. Wat mooi. Dit is van een dood paard. Ja. Waarom moet het nou weer dood? Nou, van levende paarden is het zieliger, want die hebben het nog nodig. Oh ja. En dit geven we weer aan paarden die geen staten hebben. Heeft u wel eens een paard met een pruik gezien? Waarschijnlijk wel, want bijna alle beroemde dressuurpaarden hebben extensions in hun manen of een nepstaart. Diana is paardenkapper. Zij haalt paardenstaarten bij het slachthuis en maakt daar pruiken en extensions van. En waar gaat het allemaal naartoe dan? Vooral in de dressuurwereld wordt het heel veel gebruikt om de paarden. Het plaatje moet dan compleet zijn als ze een dunne staart hebben. Dus of door middel van inzetstaarten, pruiken, ja. Of ik zet extensions ter plekke. En dat doen we door heel Nederland en Europa. Dus dan moet een paard, bijvoorbeeld voor dressuur, zo'n Ankie van Grunsven ding, die moet dan zo met de kruisbeentjes een beetje mooi lopen te bellen. Ja. En dan zijn die paarden uit zichzelf niet mooi genoeg. Nee. Wat vind je dan ervan, behalve dat het jouw werk is? Ik vind het altijd, als ik het paard heb gedaan, is het compleet. Ja, maar het was toch al compleet? Het was een schitterend beest. Ja, en dan vinden wij het weer niet goed genoeg. God. Dat is toch ook een beetje raar? Als jij zeker ook de hengstencompetities, als je een afgebeten staat hebt, beginnen de driejarigen moeten zich dan presenteren. En die hebben een afgebeten staat. Ja. Dat ziet er niet uit. Nee. Ik spray het allemaal in. Dit haalt eigenlijk het smeer dat ik het straks gewoon netjes allemaal uit kan borstelen. Wat een raar vak heb jij. Nee, prachtig. Prachtig. God, er liggen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dode peren. Mm-hmm. En dat vind jij allemaal maar normaal. Mm-hmm. Hey, als het nou dit klaar is, wat ga je er dan mee doen? Wordt alles gekamd, op lengte uitgesorteerd, gewassen, ontsmet. En dan gaat het naar mijn werkkamer. Kunnen we dat zien? Tuurlijk. Oh, ik vind het wel leuk. Kijk je in de keuken. Want ben jij heel goed in wat je doet? Ja. Kijk. Kom maar. De beste. Atelier? Ja. Het haaratelier. Het harenhol. Wat? Het haarhol? Hier vindt alles plaats. Aha. Van het slachtafval maak jij borstelen, wassen en dan wordt het uiteindelijk dit. Ja. En dit is jouw, hoe noem je dit? Dit zijn inzetstaten. En dan kijk je naar het paard in kwestie? Ja, ze sturen mij of foto's op, de gewenste lengte, de gewenste dikte. Dit zijn vrij dunne staten. En dan worden ze gemaakt en verstuurd. Of ik breng ze bij de mensen thuis. En dan maak je ze mooi. Ja. Dan komt zo'n paard voorbij de jury. Mm-hmm. En dat is eigenlijk vals spelen natuurlijk. Als je internationaal rijdt, dus een Ankie van Grunsven, Adeline Cornelissen, noem maar op. Ja. Die moeten dit melden bij deze federatie. Dan moeten foto's voor na. Inzetstaten moeten naar de veterinaire keuring meegenomen worden. Dus ze moeten zonder staart komen met. Extensions, die zitten erin, die zitten er een jaar in. Die groeien er weer uit. Daar moet een melding van, met foto's voor na. Dus ze moeten dat allemaal eerlijk zeggen? Ja. Aha, dat mag wel, maar je moet wel eerlijk zijn. Ja. Maar noem eens iemand die je dan zegt, die komt hier dan stiekem. Zegt, stiekem is het is algemeen wel bekend, maar ik ben vrij discreet met mijn klanten. Ja? Maar, dat vind ik heel goed. Wij ook, dus noem er eens een dat je zegt, die is nou echt... Dat mag je gewoon niet zeggen. Dat doe ik niet. Nee. Waarom niet? Ik vind dat ze het zelf moeten zeggen. Ik ben heel blij met mijn klanten en dat ik overal mag komen. Hey, en hoe, kan je dat laten zien voor en na? Want is dat echt veel verschil? Ja. Dat is eigenlijk de kuif. Die kunnen mensen aan hun hoofdstel vastzetten. Dit is een paard die alleen nog een staartwortel heeft. En daar groeit eigenlijk nagenoeg niets. En dus dan maak je eigenlijk hier iets overheen. Dit zijn dit soort staarten. Hier valt de staartwortel in. Oh ja. Oh, er zit helemaal een soort... Ja. Maar dat is dus... gaat heel ver dus wat je doet allemaal. Ja. Ik kan jou laten zien hoe een inzetstaart natuurlijk erin moet. Hey, levende peren. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. En wat ga je nou bij deze knol doen? Ik laat je zien hoe hier de inzetstaart werkt. Oh, mooi. En vindt ze nou niet erg dat je gewoon aan haar bilpartij staat te frunniken? Nee. Ah, zo'n klein dingetje? Ja, ik maak twee vlechtjes. Ja. Heel klein. Die twee vlechtjes gaan door de ring heen. Ja. Oh. Mag ik voor jou de staart? Heel graag. Zit er. Dat. Zo'n staart is hol. Ja. Ja, en dan gaat hij over die ring. Ja. En dan strik je hem aan. Ja. Heel veel mensen zijn er heel blij mee. Wat leuk. Ja, doe maar even een rondje. Kijk hè? Nou, even laten zien. Laat je staart eens zien. Hoi, lul.
Hey, draai ze om. Wat ga je nou met dit paard doen? Dit is je eigen paard, hè? Ja. Ja. Dus die krijgt nu eindelijk eens een mooie staart. Ja, heeft ze. Ja, die gaat. Nee, dit zou ik kunnen gebruiken als ik een wedstrijd zou gaan rijden of een show moet gaan rijden. Want deze treffen zijn van jezelf? Ja. Maar deze heeft helemaal geen staart? Nee, klopt. En die krijgen van jou helemaal niks gewoon? Nee. Waarom niet? Omdat er zo weinig haren zitten, daar kun je eigenlijk niets aan bevestigen. Plus het haar is heel. Zit niet goed in de haarzakjes. Broos. Dus het, ja. Jeetje, dus dat is de tragiek van elke paardenkapper. Ja. Dat je zelf een paard met dood haar krijgt. Zij inspireert me. Oh, dat mijn is inspiratiebron. Het.